welkom bij Topneems. De gast is Frank Meeuwsen. Je weet, in dit programma praten we over de invloed van de digitalisering op allerlei facetten van de samenleving. Frank, als ik kijk bij jou, je bedrijf heet Incredible Adventure. Nou, eigenlijk nog ietsje langer als je het op zijn langst willen noemen, maar je URL is incredibleadventure.nl. Je werkt als docent op de Hogeschool voor de Kunst, is het, meen ik? Nee, Hogeschool Utrecht. Hogeschool Utrecht. En je bent medeverantwoordelijk voor de site Lifehacking, waar jullie schrijven over slimmer leven en werken. Klopt. Als jij op een verjaardagspartijtje komt bij, met je ooms en tantes erbij en ze vragen: Frank, wat doe je nou? Wat zeg je dan? Iets met dat internet. Iets met internet. Iets met dat internet. Ja? Nee, ik vertel dat ik... Weet je, ze weten, ik heb hiervoor 10-11 jaar in de internetbureauwereld gezeten bij Rhinofly in Utrecht. En ik vertel eigenlijk dat ik hetzelfde nog steeds doe, alleen nu in mijn uppie, in plaats van met 30 man. En is dat ook zo? Voelt dat ook zo, dat je hetzelfde doet? Ik ben eigenlijk wel weggegaan bij Rhinofly, omdat ik ook wel andere dingen wilde gaan doen. Je was daar brand director, dus heel erg bezig met brands en het bouwen van een brand. Ja. Nou ja, en met name ook echt met online strategie en echt, dat soort zaken. En eigenlijk het eerste wat ik ging doen toen ik wegging bij Rhinofly was een boek schrijven over de geschiedenis van webloggen, bloghelden. Bloghelden, Want dat wilde ik eigenlijk gaan doen. Lifehacking wat verder uit gaan bouwen, omdat daar ook gewoon eens te kijken ook van wat kan er nou eigenlijk allemaal. Dus daar zijn we toch wel wat kleinere stapjes in aan het zetten. Ja, en toen kwam ineens ook dat onderwijs kwam op mijn pad. En met de vraag, was een nieuwe opleiding kwam op de Hogeschool Utrecht, CMD, Communication and Media Design. Wat is lifehacking volgens jou? Lifehacking zit een beetje in in de driehoek persoonlijke ontwikkeling, time management en laten we nog maar even die term pakken, web 2.0. Mm-hmm. En dat door de enorme eigenlijk de kennis- en netwerksamenleving waar we in zitten, dat je die kunt inzetten om jezelf persoonlijk meer te ontwikkelen. Denk aan dat nieuwe leren en dat soort dingen allemaal. En tegelijkertijd ook van door al die informatiestromen en al het werk wat op je afkomt, hoe kun je daar nou goed mee omgaan? Lifehacking met met onze verhalen over slimmer werken, slimmer leven. Hoe ga je slimmer om met alle apparaten en met je tijd en met alle middelen en de kennis die je in je netwerk hebt. Al die tips en zo die we daarin hebben, daarvan merk ik van ik kan het heel goed ook in het onderwijs gebruiken. Door gewoon simpelweg ook tegen studenten te vertellen hoe iets als Evernote werkt. Dat onderwijs, dat gaat op de schop. Dat gaat heel erg veranderen onder invloed van de digitalisering, internet, etc. Ja. Hoe? En waarom? Ja, hoe? Ja, gaat het niet goed gewoon met jou voor die klas en die mensen daar op team? Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Want het is toch te absurd voor woorden dat ik voor een klas sta voor 30 studenten, waar ik dingen als Foursquare sta uit te leggen. Terwijl aan de ene kant, het is echt letterlijk zo gebeurd. Aan de ene kant zitten een paar studenten, die zitten me echt aan te kijken. Foursquare, waar heeft die gast het in godsnaam over? En aan de andere kant zitten 3 studenten, die zitten ondertussen te battelen wie de mayor van de klas wordt. Op Foursquare. Dus het kennisniveau binnen die opleidingen, dat verschilt enorm. Hij zegt ook vaak, je gaat naar school om te leren. Dus je leert het leren. En ik denk dat dat ook zo is. Want toen ik daar een beetje over na ging denken, van eigenlijk alles wat ik heb dezelfde opleiding gedaan, maar toen heette het nog communicatie en leer je dingen uit marketingboeken en de 4P's en dat soort onzin. Nu kan ik het gewoon opzoeken. Dus waarom zou ik dat moeten leren? Die makercultuur, dat is voor een deel ook wel echt die onafhankelijkheid wat je zegt. Hè? Dat zie je ook met name ook in de States, maar hier zie je het ook wel. Dat mensen toch ook onafhankelijker willen worden van allerlei grote corporaties, conglomeraten, et cetera. En gewoon hun eigen boontjes willen doppen. En ze kunnen dat nu ook, omdat ze de middelen zijn er. En we hebben het netwerk genaamd het internet, waarmee al die mensen met elkaar in contact kunnen staan en al die ideeën kunnen delen met elkaar. En dat, ik denk dat ook wel een heel belangrijk component is gewoon de mogelijkheid om al die kennis die je ook hebt, om die te delen met de rest van de wereld. Ik denk dat dat nog meer een rode draad in mijn leven is. Het idee van die hele grote scholen en dat hele gecentraliseerde, zoals we inderdaad ook bij de hogeschool hebben. Ja, ik vraag me af of dat over 10, 15, 20 jaar nog bestaat. Ik denk het eigenlijk niet. En er was ineens blogger, waarbij ik echt gewoon, ik typ iets in en klik op publiceren en het stond gewoon pam, het stond meteen online. Ja. What the fuck, wat is dit? Ja, en dat besef, dat is nu, klinkt dat heel logisch, want dat doet iedereen nu met de Twitters en de Instagrams en de pads van deze wereld. Maar toen was het wel een behoorlijk heftig iets, want dat je zomaar ineens iets kon publiceren, waarbij je dus dat hele traject van redacties en distributiekanalen en printen of uitzenden, je kan je allemaal voorbij laten gaan. Iedereen had ineens zijn eigen zeepkist.